Als politie of justitie spullen of geld in verband met een onderzoek in beslag neemt, is vaak niet duidelijk wat daarmee gebeurt. Soms zijn spullen verkocht, vernietigd of simpelweg verdwenen. Nationale Ombudsman deed onderzoek. Zijn rapport dat hij hier presenteert heet Waar is mijn auto? Ik hou het van glas, hè? Geld en spullen die verdwijnen bij huiszoekingen en in beslagnames door de politie. En die vervolgens nooit meer terugkeren. Het gebeurt vaak, te vaak. De Nationale Ombudsman komt vandaag met een vernietigend rapport. Wat hier het kwalijk aan is, is dat het de overheid is die zegt tegen de burger, je hebt de regels overtreden, je hebt de wet overtreden, we nemen je spullen in beslag. Maar diezelfde overheid overtreedt ook de wet bij de inbeslagneming van die spullen. En dan ga je met twee maten meten. De Vereniging van Strafrechtadvocaten, die het probleem al jaren constateert, is blij met het rapport. De Nationale Ombudsman spreekt zelfs van een black hole, een zwart gat. Dit is dat onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman. Alles wat kan fout gaan bij inbeslagnames gaat ook daadwerkelijk fout. Spullen verdwijnen gewoon. En het rapport heet daarom ook niet voor niets. Waar is mijn auto? De politie neemt spullen in beslag. Het Openbaar Ministerie neemt vervolgens een beslissing. En de dienst domeinen bewaart, verkoopt of vernietigt. De vraag is alleen waar in de keten verdwijnen de spullen en waarom? Klagen is zinloos omdat verdwenen spullen vaak helemaal niet op de beslaglijst terecht zijn gekomen. De spullen bestaan dan feitelijk niet meer. Het is best wel lastig om je te klagen bij een rechter als je niet weet wat hier met die spullen is gebeurd. Advocaat Sabine Pijl heeft er regelmatig mee te maken. De ombudsman geeft aan dat de samenwerking tussen de diensten niet goed is. En dat is ook wel iets wat ik heel erg herken uit de praktijk. Dat het ontzettend lang duurt voordat duidelijk is wat er met het beslag is gebeurd. Voordat je actie kunt ondernemen, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Hele gebrekkige informatievoorziening aan de burger. De ombudsman stelt in het rapport, de burger is veelal in de veronderstelling dat het voorwerp nog bestaat. De praktijk leert dat dit gemakkelijk anders kan zijn. De officier van justitie is op zitting niet altijd goed geïnformeerd over de status van een in beslag genomen voorwerp. Het Openbaar Ministerie handelt niet consequent bij bezwaar in beslagname. Ik heb ook regelmatig meegemaakt dat er een verkeerde mededeling werd gedaan. Omdat je dan heel erg actief erachteraan zat en dat ze wel met een antwoord moesten komen. En dan gewoon onjuiste informatie gaven. En dat, maar dat heet toch gewoon liegen in normaal Nederlands? Ja, een burger moet erop kunnen vertrouwen dat geen door het ministerie wordt gezegd dat het gewoon klopt. De ombudsman schrijft, het OM zorgt onvoldoende voor een eerlijke gang van zaken. Dat is in strijd met het beginsel van fair play.